Hoi, voordat we met de video gaan beginnen, lijkt het me een mooi moment om even te kijken of je de abonneerknop al hebt ingedrukt. Want zo niet, dan kan je dit natuurlijk nu nog even snel doen, want zo blijf je op de hoogte van de nieuwste video's. In deze video laat ik een handig hulpmiddel zien als het gaat om inzicht in het handelen, van zowel jezelf als van een ander. Het Johari-venster. Het Johari-venster is bedacht door twee mannen om mensen te helpen om de communicatie onderling te verbeteren, zodat men elkaar beter kan begrijpen. Het Johari-venster geeft inzicht in de handelingen van anderen in combinatie met het eigen handelen. Om dit wat overzichtelijker te maken, zijn er vier kwadranten in het Johari-venster opgenomen. Namelijk de open ruimte, de blinde vlek, het verborgen gebied en het onbekende gebied. Ook zijn er twee mogelijkheden in het kwadrant, namelijk of het bekend is bij jezelf, onbekend is bij jezelf, bekend is bij anderen of onbekend is bij anderen. De open ruimte houdt in dat het gedrag bekend is voor iedereen, dus zowel bij jezelf als bij de anderen. Het is hierbij belangrijk om geduldig en voorzichtig het gedrag te bespreken. Bij de blinde vlek is het een gebied wat onbekend is bij jezelf, maar bekend is bij anderen. Je bent dus zelf blind voor het gedrag. Dit kan voor jezelf heel vervelend zijn, omdat je dat zelf niet doorhebt. Hierdoor kunnen er ook onderling irritaties ontstaan, omdat de anderen het gedrag dus wel zien. Bij het verborgen gebied is het gedrag bekend bij jezelf, maar onbekend bij anderen. Dit kan bijvoorbeeld een hobby zijn waar niemand van af weet. En tot slot het onbekende gebied. Bij het onbekende gebied weet zowel jezelf als de ander er niets van af. En hier zal dan ook niet over gecommuniceerd worden. Want er valt immers niks te communiceren over iets wat men niet ziet.